eerst even wat basis over de bloedaanmaak. In het beenmerg worden alle bloedcellen aangemaakt. En daar zitten zogenaamde stamcellen, dat zijn moedercellen. En daaruit komen allerlei cellijnen voort die uitrijpen en daarna naar het bloed gaan. En er zijn eigenlijk drie belangrijke cellijnen in het bloed. Dat zijn de rode bloedlichaampjes. Dat zijn cellen die we nodig hebben voor, voor het zuurstoftransport. Dan zijn er de witte bloedcellen, die onderverdeeld worden in myeloïde witte cellen en in lymfoïde witte cellen. En die hebben we nodig met name voor de afweer. En daarna zijn er de bloedplaatjes en die hebben we nodig voor de bloedstelling. En de cellen die rijpen dus uit in het beenmerg en pas als ze rijp zijn, komen ze in het bloed. Dus normaliter treffen we in het bloed geen onrijpe cellen aan. Nou, wat is nou CML? Bij CML treedt er een overproductie op van de myeloïde... cellijn, waarbij er in het bloed ook onrijpe cellen zijn te zien. Nou, wat zijn nou de verschijnselen? De meeste mensen klagen over moeheid, gewichtsverlies, gebrek aan eetlust of nachtzweten. Maar ongeveer de helft van de patiënten heeft eigenlijk helemaal geen klachten. Nou, er zijn drie fasen te onderscheiden bij CML. De chronische fase, dat is daar zitten de meeste mensen in. Dus eigenlijk de klassieke CML. Dan is er de acceleratiefase. Dat is een fase waarbij dat is een overgangsfase naar een acute leukemie. En tenslotte kunnen mensen overgaan naar een blastencrisis. Ofwel een acute leukemie, waarbij er alleen maar hele onrijpe cellen in het bloed zitten. En daar zal ik straks nog even op terugkomen. Wat gaat er nou mis bij CML? Wat gebeurt er nou in het lichaam? Nou, daarvoor moet ik jullie eerst even wat vertellen over chromosomen. Het menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit cellen. En die cellen bevatten chromosomen. En chromosomen zijn de dragers van het DNA. Dat is de erfelijke informatie. En bij geboorte erf je in elke cel 23 chromosomen van je vader en 23 van je moeder. Dus in totaal 46. Hier zie je een plaatje van die chromosomen. Je ziet dat er van elk chromosoom zijn er twee aanwezig. 22 in totaal. En dan hebben vrouwen, die hebben twee X's. Dat maakt dat ze vrouw worden. En mannen hebben één X-chromosoom en een Y-chromosoom. Hier ziet u een cel. Dit is de celkern. En dit zijn allemaal chromosomen. Chromosoom 22, chromosoom 9. Wat gebeurt er nou? Bij de celdeling gaat er iets fout. Waarom weten we niet. Maar dit is wat er gebeurt. En dan zie je dat chromosoom 22 korter is geworden. Nou, het DNA wat op die chromosomen zit, dat codeert voor eiwitten. Die maken eiwitten uiteindelijk aan. En ja, je kunt je voorstellen dat als het onderbroken is en er vertreedt een verandering op, dat er ook andere eiwitten ontstaan. Nou, en dit stukje zorgt ervoor dat er een fusie-eiwit ontstaat. En dat heet het BCR-eiwit. En dat is het kwaadaardige eiwit wat de leukemie veroorzaakt. Een CML-cel produceert dus heel veel BCR-eiwit. En dat heeft dus hele grote gevolgen voor het lichaam. Maar wat is nou het netto-effect daarvan? Is dat de cellen veel te hard gaan delen. Dus er veel te veel cellen aanwezig zijn. Normaliter hebben cellen een ingeprogrammeerde celdood. Bijvoorbeeld dat ze na 10 dagen doodgaan. Nou, dat is bij CML-cellen is dat ook defect. Dus cellen leven ook nog eens langer. En in het B-merg, dat eerste plaatje wat ik liet zien, al die onrijpe cellen in het B-merg, die zitten daar verankerd. Die zitten vast in het B-merg. En als ze rijp zijn, dan laten ze los. Maar bij CML is die houvast in het B-merg ook defect, waardoor al die onrijpe cellen in het bloed komen. En dat is de oorzaak dat je dus al die cellen in het bloed dan ziet. Imatinib is een tyrosine-kinase-remmer. Het BCR-abel eiwit is een tyrosine-kinase, dus dat wordt daardoor geremd. Hier zie je een plaatje. Dit is een stuk van het BCR-abel eiwit. Hier zie je imatinib, de oranje. En binnen het gele gedeelte, daar zit het actieve deel van het BCR-abel eiwit. En je ziet dat imatinib
daarop aangrijpt, dat hij daaraan bindt. En zodoende remt hij het BCR-ABL-eiwit. Ondanks die enorme revolutie en de verbeterde prognose is er nog wel ruimte voor verbetering, omdat niet alle mensen het goed doen op imatinib. Sommige mensen hebben heel veel bijwerkingen. Die zal ik zo laten zien. Wat zijn dat? Waarom gaan we daarmee om? En sommige mensen hebben ook niet de gewenste respons, zoals ik net liet zien. De bijwerkingen die veel optreden, met name spierkrampen, dat vermelden heel veel patiënten. Daarnaast maag-darmbezwaar, dus misselijkheid, braken of diarree. Te lage bloedcellen, dus een bloedarmoede of te lage bloedplaatjes. En ook de witte cellen kunnen te laag worden. Mensen kunnen vocht vasthouden rond de ogen, maar ook bijvoorbeeld in de benen. Moeheid, huiduitslag komt ook redelijk veel voor. En heel soms worden de levertestafwijkingen gezien. Wat je dan ziet, als mensen meer dan 90% therapietrouw zijn, dat wil zeggen dat ze minder dan 1 op de 10 dagen hun pillen vergeten, dan hebben ze een kans van 94% op het bereiken van die major moleculaire respons, dus die kleiner dan 0,1%. Maar mensen die minder dan 90% adherence hebben, dus vaker dan 1 keer per 10 dagen hun pillen vergeten, die hebben nog maar 14% kans om die major moleculaire respons te bereiken. Dus dat zijn eigenlijk hele schokkende feiten, want we weten dat heel veel mensen hun pillen onbewust, maar ook bewust wel eens vergeten. Dan gaan ze op vakantie en dan denken ze nou even een weekje niet, maar dat kan dus grote gevolgen hebben. Opvolgers van imatinib, misschien kennen jullie die wel, nilotinib, ook wel Tasigna genoemd, dat is de merknaam. Dasatinib, Sprycel en misschien voor u wat onbekend, bosutinib en ponatinib. Ja, dus ook niet alle patiënten hebben baat bij dasatinib of nilotinib. En met name dus door die mutaties en die beruchte die ik net liet zien. Wat zijn dan de opties? Dan kunnen we een stamceltransplantatie verrichten. Dan krijgen mensen cellen van een donor, van een broer of zus of van een onbekende donor. Maar dat is niet niks, dat is niet zomaar wat. Dan kan imatinib gestopt worden? Want ik vertelde net al dat we denken dat een CML niet te genezen is op dit moment met imatinib, omdat die stamcellen blijven bestaan. Maar sommige mensen die hebben een complete moleculaire respons, dus dat ze helemaal geen BCR-ABL meer aantoonbaar hebben. En in een Franse studie die ook vorig jaar gepubliceerd is, werd bij 100 patiënten die meer dan 2 jaar lang een complete moleculaire respons hebben, deze patiënten mochten stoppen met imatinib. En wat je ziet is dat 61% van de patiënten die kregen weer een aantoonbaar BCR-ABL. En de op 1 na allemaal binnen 7 maanden na het stoppen. Maar wat weer goed daaraan was, dat die mensen kregen allemaal weer imatinib en allemaal kregen ze weer opnieuw die complete moleculaire respons. En 39% van de mensen die is nu dus nog steeds in een complete moleculaire respons. Dus dat is eigenlijk, zijn dat hele mooie resultaten. Dus dan rijst er toch de vraag, is er dan toch bij een bepaald aantal mensen genezing mogelijk? Of houden die stamcellen zich gewoon hartstikke koest en kan je imatinib stoppen dan?